Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom bij deze gezamenlijke dienst van de gemeente Kortesum en de gemeente Diepenbeek. We gaan met elkaar beginnen met zingen en we zingen tot eer van God, maar ook dat Hij ons samenroept. Dat is het eerste lied wat we gaan zingen, U roept ons samen en daarna komt het lied De aarde is van God, want dat belijden wij, dat deze aarde, dat ons leven van God is en dat is het verzoeklied van Manuel Lub. Van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eentachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit, waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis. Draag naar de liefde, de vrucht van de Geest, die alles gelooft en verdraagt. Zijn glorie.
Wat een heerlijke manier om met elkaar te mogen beginnen. Om deze dienst bij elkaar te komen en uitgenodigd te worden door God. Want Hij roept ons samen. Ook thuis, we zijn één met elkaar. We zijn één in zijn naam en Hij is bij ons allemaal aanwezig. En we belijden dat Hij God is, dat Hij de aarde heeft gemaakt en het heelal. Dat Hij onze schepper is, dat alles van Hem is en dat alles is gemaakt tot zijn glorie. Zullen we met elkaar bidden? Heer, dank u wel dat we deze dienst, deze morgen bij elkaar mogen komen en dat we bij u mogen komen, dat u ons uitnodigt. Heer, en dat we samen mogen komen om u te eren, u te loven, u te prijzen. Maar ook u te vragen, Heer, of u aanwezig wilt zijn in de periodes dat wij het moeilijk hebben. Of u wilt antwoorden geven op de vragen die wij hebben. Of u genezing wilt schenken daar waar ziekte is. Heer, en we danken u voor alle vreugde die we met elkaar mogen beleven. Ook de mooie momenten. Maar we vragen ook uw steun in die diepe momenten, Heer, als er verlies is, als de mensen overleden zijn en we met dat verlies geconfronteerd worden. Aan de ene kant weten we, Heer, dat mensen die sterven en die u kennen, dat die voor eeuwig bij u zijn en verlost zijn van de pijn van deze wereld. Maar aan de andere kant missen we hen dan zo, Heer. Wilt u ons dan troosten? Wilt u ons nabij zijn en ons weer sterken, zodat we weer verder kunnen. Dank u wel, Heer, voor deze morgen, dat we elkaar bij mogen staan en elkaar mogen ontmoeten. In uw naam. Amen. Amen. Het volgende lied is het verzoeklied van Ada en Daniel. En dat is: Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, samen, schouder aan schouder, in uw wijngaard te staan. Samen op weg gaan, dat is ons gebed.
En daarvoor gaan we eerst eens luisteren naar wat mededelingen. Nico? Goedemorgen, gemeente Diepenbeek, gemeente Kortesem. We zijn op weg naar Pinksteren en rond deze tijd brengt de Stichting Opwekking altijd een nieuwe cd uit en een nieuwe liedbundel. En wilt u dat ook in het bezit krijgen, dan mag u uw naam doorgeven aan Jos Wagemans. En dan brengt hij dat mee en het wordt 7-5, dus 7 mei, geleverd. Verleden week hadden we Wout van Wijngaarden in ons midden en hij kwam ook zijn nieuwe boek voorstellen, Op zoek naar echtheid. En ook Jos Wagemans heeft daar 10 exemplaren al van in zijn bezit. En wilt u die bemachtigen, dan mag u ook weer uw naam opgeven aan hem. En betalen is rechtstreeks aan Wout van Wijngaarden. Straks is het ook weer Huis van Gebed, van om 8:30. En de link wordt straks ook weer doorgestuurd via de WhatsApp. En u kunt vanavond om ongeveer 7:45 inloggen op de site of op de dienst. Dan heb ik een minder fijne mededeling. Gisteren is de vader van Frank Damiaans overleden, Leon, na een korte strijd tegen kanker. En Frank heeft mij gevraagd om het volgende voor te lezen. Ik ga even naar het berichtje. Hij is gisteravond heen gegaan met de kinderen bij hem en omarmd door mama in gebed. En ik bad, laat maar los, ga mee naar Jezus. En mama bad, Vader in de hemel, ontvang Leon met open armen. Hij ademde ertussen nog 1 keer diep en liet los. En ik ga hem missen, maar ik zeg tot straks, papa. Een berichtje van Frank. En als het goed is, wil ik ook voor hen bidden. Vader, goede God, afscheid nemen, ja, dat doet altijd een beetje pijn. Ook al weten we, zoals al daarnet door Herman gebeden, dat we op een plaats zijn die veel beter is dan hier op aarde. En toch, ja, voelen we dat gemis. En ik wil speciaal bidden en een zegen vragen voor de familie van Leon, Heer. Voor de kinderen, voor de kleinkinderen, voor de familie er rond die nu in rouw is. Vader, u bent een God die vertroost en wilt u met uw troostende armen hen omringen. En zodat ze door deze moeilijke periode kunnen gaan, Heer. En weer verder kunnen gaan, Heer, met het perspectief dat Leon nu niet meer lijdt, Heer. U weet wat hij heeft doorgemaakt, Heren, en nu is dat lijden en dat pijn voorbij, Heren. Dank u wel voor uw goedheid en uw trouw en uw genade, Heren. In Jezus' naam. Amen. We hebben dus 4 dopelingen. Zoals ik al gezegd heb, Nina, Senne, Nicole en ook mijn dochter Emma. En daar maakte mijn zuster attent in de week van, ja, we moeten toch voor hen bidden, want er kan toch een strijd op hen loskomen. Hè? De tegenstander die gaat dat ook niet zomaar laten gebeuren. Dus neem ze mee in gebed. Niet alleen dat we een fijne doopdienst kunnen organiseren in de zomer, maar dat er ook bescherming mag zijn voor deze 4 jonge tieners die hun hart en hun leven gaan geven aan de Heer Jezus en hen gaan volgen. Dank u wel. Dat waren de mededelingen. Na deze dienst is het ook weer koffieontmoeting, koffieklets. En 14 mei is hier weer de gezamenlijke bijbelstudie. Als u daarbij wilt zijn, dat is gewoon een live bijbelstudie, dan moet u dat even doorgeven aan een van ons, aan mij of aan het e-mailadres van de gemeente. Ik wil graag met jullie een stukje uit de schrift lezen voordat we het volgende lied gaan zingen. Dat is Hebreeën 2. Vanaf vers 5 tot en met 12. Hebreeën 2, vanaf vers 5 tot en met 12. Wel nu, de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet?
U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag gesteld is. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood, nu met eer en luister gekroond is. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend, de bereider van hun redding door het lijden naar zijn uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben eenzelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich niet voor hem, hen zijn broeders en zusters te noemen. En als aansluiting op die Bijbel, dit Bijbelgedeelte, willen we met elkaar zingen: wij zien Jezus nu met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien Jezus met heerlijkheid gekroond. En daarom gaan we verder met het volgende lied. Glorie, glorie aan het Lam. Hem komt toe alle eer, alle lof en aanbidding. Daarom zijn wij geschapen om hem te prijzen, om hem te loven, om hem te verheerlijken. En daarna gaan we naar: wees stil en weet dat hij koning is. Dus we gaan eerst uitbundig juichen en dan gaan we naar de stilte. Glory, 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 aan het Lam. Glory, glory.
Heilig is het Lam. En daarom wil ik nu voorstellen dat we even een tijd van stil gebed hebben. En daarna zal elke beginnen met een gebed. En dan zijn jullie ook uitgenodigd om naar de microfoon te komen en een kort gebed uit te spreken. Ik wil jullie uitdagen om dat te doen, om de Heer met een kort gebed te prijzen, te loven of te bidden voor mensen waarvan jullie weten dat ze het moeilijk hebben. Gebruik deze tijd van gebed. Dus eerst een tijd van stilgebed voor onszelf, voor ons gebed tot God. En dan zal elke beginnen met een serie van gebeden waar jullie achter de microfoon mogen komen en ook mee mogen bidden. Zullen we stil zijn? Hemelse Vader, dank u wel dat wij mogen weten dat u een almachtig God bent. Dat u goed bent, dat u liefdevol bent en dat u altijd trouw bent. Dank u wel dat wij mogen weten dat wij uw geliefde kinderen zijn, zonen en dochters van u. En dat wij altijd naar u mogen toekomen met al onze hoop, met al onze blijdschap, met al onze vreugde, met al ons verdriet, onze moeite, onze pijn. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u altijd tijd hebt. Dat u altijd klaar staat voor ons. En dat er nooit iets te veel is voor u. Dat u ons niet beu bent. Dat u altijd liefdevol naar ons omziet. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat Leo bij u is. Heer, maar we mogen ook weten dat u troost brengt aan Frank en zijn mama. En aan Sarah en Simon en Pauline. Dank u wel dat wij mogen weten dat u een trooster gezonden hebt. Heilige Geest, wilt u over hen komen en heel dichtbij hen zijn en hen troosten met uw aanwezigheid. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Hemelse Vader, ondanks het verdriet, Heer. Heer, is er ook veel dankbaarheid, Heer. Dankbaarheid, Heer, dat u een bepaald moment in Leo's leven bent gekomen. En Heere God van hem is helemaal nieuw hebt gemaakt. En Heer, als ik aan hem denk, denk ik aan een zachtmoedige man. Heere God, en dat is iets wat u in hem hebt bewerkt. Heer, ook dankbaar dat hij veel in uw koninkrijk heeft mogen betekenen. Heer, hij heeft vrucht gedragen. Dank u wel daarvoor. Heer, we zien dat geloof ook verder. Heer, in Frank en in Sarah. Maar bovenal, Heere God, het beloofde land dat voor ons ligt, Heer. Ja, Leo is ons voorgegaan, Heer. En daar hebben we een afspraak. Allemaal dankzij u, Heere God. U bent goed en trouw. Amen.
Heer, we danken u voor uw liefde. We danken u voor wie u bent. We danken u dat u de wereld niet in de steek laat, niet in de steek hebt gelaten. U bent gekomen om ons te verlossen. En wij weten dat we eeuwig leven hebben bij u. Heer, wat er met deze wereld ook dreigt te gebeuren, ons leven is verzekerd in u, met u en bij u. En daar danken wij u voor, Heer. Dat u een plan hebt met ons leven, Heer. En wilt u ons helpen ook om in dat plan te gaan staan. En te gaan doen wat u van ons vraagt. Gaan doen waar u ons voor geschapen heeft. Heer, help ons om de dingen die ons belemmeren, om u te volgen. Om die opzij te schuiven, om die los te laten. Zodat we echt in uw kracht en uw licht gaan leven. Heer, zegen ons deze dienst en leer ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan verder met lied 187. Open mijn ogen. Ik wil Jezus mijn Heer zien. We vragen een zegen voor Sebastiaan die het woord gaat brengen. Heer, dank u wel dat u Sebastiaan hier heeft gebracht en dat u hem geïnspireerd heeft met uw woord. Heer, daarom bidden we, Heer, dat u onze harten opent, zodat uw woord in ons binnenste mag komen. Heer, dat het door mag dringen tot ons gedachten en ons verstand. En dat we mogen gaan leren wat vergeving betekent. Ik vraag een zegen voor Sebastiaan. In uw naam, in Jezus' naam. Amen. Een tengere, zwarte vrouw staat langzaam op. Ze is ergens in de 70. Tegenover haar, aan de andere kant van de zaal, staan verschillende blanke veiligheidsagenten. Een van die mannen, meneer Van der Broek, die is net berecht. En hij is veroordeeld wegens betrokkenheid bij moord. Bij moord op zowel haar zoon als haar man, een paar jaar geleden. Die meneer die was naar het huis van die vrouw gekomen, die had haar zoon gegrepen en hem van dichtbij neergeschoten.
Daarna had hij hem ook nog eens in brand gestoken. Het is niet te geloven. Een tijd later, want het was nog niet genoeg, waren Van den Broek en zijn makkers teruggekeerd en hadden ze ook haar man meegenomen. En maandenlang wist die vrouw niet waar haar man was, totdat ze ook voor haar kwamen. En ze namen haar mee en brachten haar naar een plaats bij een riviertje. En daar kreeg ze haar man te zien, die vastgebonden lag op een stapel hout. Maar hij was nog heel krachtig van geest. En de laatste woorden die ze over zijn lippen hoorden komen, waren dezelfde woorden als die Jezus sprak en Stefanus: Vader, vergeef het hen. En die veiligheidsagenten goten benzine over zijn lichaam en staken hem in brand. En nu staat die vrouw in de rechtszaal naar de bekentenis van Van den Broek te luisteren. En ze hoort iemand aan haar vragen: wat wilt u, mevrouw? Hoe moet deze man, die uw gezin zoveel schade heeft toegebracht, hoe moet die gestraft worden? Hoe moet die zijn rechtvaardige straf krijgen? Al wel, zegt die vrouw, ik wil 3 dingen. Heel kordaat. In de eerste plaats wil ik naar de plaats gebracht worden waar dat mijn man verbrand is en ik wil kijken of er nog wat overblijfselen zijn, dat ik hem tenminste nog een fatsoenlijke begrafenis kan geven. En dan zwijgt ze even en dan zegt ze: ten tweede wil ik heel graag dat Van den Broek mijn zoon wordt. Ik zou graag willen dat hij 2 keer per maand naar het ghetto komt, waar ik woon, en dat hij dan de dag met mij doorbrengt, zodat ik alle liefde die ik nog in me heb over hem kan uitstorten. En tenslotte wil ik ook nog graag een 3e ding, en ik weet heel zeker dat mijn man dit ook zo gewild zou hebben. En ik wil daarom vragen of er iemand in de rechtszaal mij naar de overkant wil brengen, waar Van den Broek zit, zodat ik hem in mijn armen kan nemen, dat ik hem kan omhelzen en dat ik hem zo kan laten weten dat ik echt hem vergeven heb. Ja, terwijl die rechtszaalmedewerkers die oude vrouw naar de overkant brengen, valt Van den Broek flauw, helemaal overweldigd door hetgeen hij gehoord heeft. En juist op dat moment beginnen alle mensen die in die zaal zaten, buren, familie, vrienden, mensen die ook al decennia lang onrecht en verdrukking geleden hadden in dat apartheidregime van Zuid-Afrika, die beginnen te zingen en te klappen. En ze zingen het lied: genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Dit ongelofelijke verhaal is echt gebeurd, heel wat jaren geleden, zoals ik al zei, in Zuid-Afrika. Ik denk dat jullie ondertussen al wel doorhebben dat de preek vandaag gaat over vergeving. En wij bevinden ons momenteel op de kerkelijke agenda ergens tussen Pasen en Hemelvaart. Ik hoorde Nico net al spreken over Pinksteren, maar eerst is het nog Hemelvaart, volgende week. En als we dan diezelfde periode gaan bestuderen in de tijd van de Bijbel, dan lezen we dat Jezus heel wat keren verschenen is na zijn opstanding aan verschillende mensen. En de eerste, dat was een vrouw, dat was Maria Magdalena. Zij zag als eerste de opgestane Heer. Daarna is Jezus nog verschenen aan een paar andere vrouwen. Als derde is hij verschenen aan Petrus alleen. Dan aan de Emmausgangers, dat was nog allemaal op die eerste opstandingsdag. En dan 's avonds verscheen hij aan alle discipelen zonder Thomas. En dan een week later aan alle discipelen met Thomas erbij. Goed, nu wil ik met jullie gaan lezen de 7e ontmoeting die opgeschreven staat die Jezus had. En daarvoor gaan we naar Johannes 21. Je kunt meevolgen op het scherm. Johannes 21 vanaf vers 1 tot 14. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan met u mee. Ze vertrokken en gingen scheep en in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever.
De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot hen: Kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden hem: Nee. Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Die discipel dan, dien Jezus lief had, Johannes zelf, zeide tot Petrus: Het is de Heere. Simon, Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heere was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el. En zij sleepten het net met de vissen. Toen ze dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land vol grote vissen. 153. En hoewel er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: Komt en houdt de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen: Wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard had. Tot daar. Dus Jezus was al twee keer aan zijn discipelen verschenen toen ze naar alle waarschijnlijkheid bij elkaar waren op die eerste dag van de week om te bidden. En ze hadden alle deuren dicht gedaan, want ze hadden enorme schrik voor de Joodse autoriteiten. En misschien hadden ze wel verwacht dat Jezus zou komen, hè, want ze hadden al van die vrouwen gehoord dat Jezus was opgestaan. Zeker de tweede keer, hè, de week later, toen dat Thomas erbij was. Maar nu in dit verhaal verschijnt Jezus onverwachts, ergens midden in de week, aan het meer van Tiberias. En ook niet aan allemaal, maar aan zeven van zijn discipelen. En zo kan Jezus ook zichzelf aan ons op verschillende manieren laten zien. Hij kan zich aan u laten zien in de gemeente. Hij kan zich aan u openbaren in uw stille tijd. Hij kan iets van zichzelf laten zien in de natuur, door hetgeen iemand zegt. Het kan op verschillende manieren. En de manier hoe de Heer met u omgaat, is ook uniek. Ja? De Heer gaat op een andere manier om met mij dan dat hij bijvoorbeeld met Michael omgaat. De Heer spreekt op een andere manier met mij dan dat hij bijvoorbeeld met Nico spreekt. Iedere relatie is speciaal en we moeten ons niet met elkaar gaan vergelijken. En als je dan gaat zien in vers 3, dan zien we dat het Petrus toch weer is, hij kan het niet nalaten, die het initiatief neemt. Wij gaan vissen en de anderen volgen hem. Nu, sommige christenen die vinden dat precies niet zo heel sterk overkomen van de discipelen, dat ze in deze periode weer naar hun oude bezigheden teruggaan. Maar ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat het juist een goed initiatief was. Want het zou goed kunnen dat Jezus hen had opgedragen bij zijn eerste verschijning, dat ze nog niet tegen iedereen moesten gaan vertellen dat hij opgestaan was. Ze moesten eerst wachten tot hij naar de hemel gegaan zou zijn en dan zou de Heilige Geest komen en die zou hen de kracht geven die ze nodig hadden. En de leerlingen die wilden niet lui zijn, ze wilden goed voor hun gezinnen zorgen, dus waarom zouden ze niet gaan doen waar ze zo goed in waren? Misschien herkent u dat wel, dat u zich tussen twee dingen in bevindt. Ik zal heel eerlijk zijn, ik vind dat persoonlijk niet gemakkelijk, hè, als ik mij tussen twee dingen in bevind. Als een bepaalde periode in mijn leven ten einde loopt, en soms gebeurt dat heel onverwacht, dan wil ik het liefst zo snel mogelijk naar iets anders, zodat ik weet waar ik aan toe ben. En waarschijnlijk ook zodat ik de controle kan behouden zelf. Maar dat gaat niet zo snel allemaal. En dan in die periode moet je geduld hebben. In die periode moet je leren vertrouwen op God en moet je doen wat je moet doen. En weet u, deze tussenperiodes, zoals ik ze maar zal noemen, die lijken misschien nutteloos. Maar die zijn voor onze geestelijke ontwikkeling en voor onze karaktervorming superbelangrijk.
Goed, de ganse nacht hebben die zeven discipelen zitten vissen en ze hebben helemaal niets gevangen. Nada. En ik kan me zo voorstellen dat de ontmoediging, ze zijn moe, de ontmoediging die sluipt binnen. Want het gaat niet zoals ze hadden gehoopt. Hoe vaak bent u al teleurgesteld geweest omdat de dingen anders liepen dan u had verwacht? Het kan zelfs zo zijn dat wij echt ervan overtuigd zijn dat Jezus iets aan een bepaalde situatie gaat doen. En we zijn enthousiast. En we kijken vol verwachting uit. En dan gebeurt er niets. Hebt u dat al eens meegemaakt? Ik wel. Maar Jezus is altijd op tijd. Want de Bijbel zegt dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. In Jesaja 50, vers 10, daar staat geschreven dat wanneer wij in de duisternis wandelen, dat bedoelt niet dat wij in de zonde wandelen, maar dat wij van licht beroofd zijn en precies niet weten wat we moeten doen, dat we in zo'n situatie moeten vertrouwen op de naam van de Heer. Dat we in die situatie moeten vertrouwen op God. En heel vaak komt Jezus op een moment dat we het niet verwachten. Hou vol totdat ik kom. En ook vaak op een manier die wij niet verwachten. Want wij denken altijd, ja, Jezus moet het op die manier doen of Jezus moet het op die manier doen. En dan denkt Jezus bij zichzelf, nee, ik doe het op die manier. En dat zie je ook weer hier in dit verhaal. Want als Jezus dan aan die oever staat en hij zit hen toe te roepen, dan denken zij, ja, het is een toevallige voorbijganger die wat sociaal probeert te doen en interesse tonen. Maar het is de Heer. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer dichter bij u is dan u vaak beseft. Hij is een schaduw aan uw rechterhand. En dan gebeurt er iets vreemds. Hè? Die vreemdeling, ze weten nog steeds niet dat het de Heer is, die zegt, jongens, gooi je netten aan de rechterkant uit. En ze doen dat. En het is niet te geloven, de netten zitten bomvol vissen. Het is ongelooflijk. Hoe belangrijk is het om meteen in actie te schieten als de Heer iets zegt? Als de Heer je een opdracht geeft, als de Heer je iets laat zien, leg het dan niet naast je neer, maar ga er meteen mee aan de slag. Ook al snap je misschien niet zijn plannen altijd. En het is dan toch weer Johannes, hij zegt ook heel nederig, die discipel die de Heer lief heeft, hij spreekt niet graag over zichzelf, die heeft als eerste door dat het de Heer is en hij port Petrus aan, hé, Petrus, het is de Heer. Nu, ik vermoed dat Johannes die werkwijze herkend heeft van Jezus. Want Jezus had al eens eerder gezegd om de netten aan de andere kant uit te werpen. Weet u wel, helemaal aan het begin van de bediening van de Heer. En Johannes herkende dat. Johannes was de discipel op aarde die het meest intiem, het meest hecht met Jezus was geweest. Hij was ook de enige van hen allemaal geweest, van de mannen, die bij Jezus was gebleven aan het kruis. Er stonden wel vrouwen, maar hij was de enige van alle apostelen. Alle anderen hadden hem in de steek gelaten. Sommige christenen die herkennen sneller dan anderen waar God aan het werk is en hoe God aan het werk is. En Jezus zelf, die zag tijdens zijn bediening, die zag het meteen. Hè, dat de Vader was iets aan het doen, hup, en dan schoot hij in actie. Want als er één ding heel belangrijk is in het Koninkrijk van God, dan is het dat we op de juiste plaats zijn en dat we op de juiste tijd handelen. Niet op onze tijd, maar op zijn tijd. Maar die Petrus, dat is toch een kerel, hè? Hij hoort dat het Jezus is. Hij slaat nog snel even een kleed om, want hij liep daar waarschijnlijk in zijn onderkleed. En hij springt in dat water. Hij wil zo snel mogelijk bij de Heer zijn. Het maakt hem niet uit of het gevaarlijk was of dat het er misschien raar uitzag. Hij is heel impulsief. En hier kun je toch iets proeven van die vurige en oprechte liefde die Petrus voor Jezus had. Nog steeds, ook na zijn falen. En ik ben ervan overtuigd, als u ooit geproefd heeft van die liefde van de Heer voor u, dan kunt u Petrus hier heel goed begrijpen. En als ze dan allemaal aan de oever gekomen zijn, want het grappige is, Petrus is niet sneller dan de anderen, dan merken ze dat Jezus al zelf een vuurtje gemaakt heeft met wat vissen erop. En dan zegt Jezus, jongens, kunnen jullie mij ook nog een paar van de vissen geven die jullie gevangen hebben? Dan gooi ik ze op het vuur.
En natuurlijk is het Petrus weer die als eerste naar de netten gaat. En hij sleept die aan het land. Het scheurt niet. En het zijn 153 vissen. Nu, Johannes die dit stukje geschreven heeft, die was erbij. Hij zal ze misschien ook mee geteld hebben. En dan doet Jezus weer iets heel vertrouwds, wat ze al vaak hadden meegemaakt in vers 12. Hij nam het brood, hij zal het ook in stukken gescheurd hebben of gesneden hebben, en hij geeft het hen en hij geeft ook de vissen. Denk eens aan de spijziging van de 5000. Met dat jongetje dat, hoeveel waren het ook alweer? 5 broden en 2 vissen of 3 vissen, ik weet het even niet meer zo snel. Of de spijziging van de 4000. En toch durfde niemand de vraag te stellen, wie zijt gij? Ik denk dat ze zich schaamden. Ze schaamden hem dat ze hem allemaal in de steek hadden gelaten in de tuin van Gethsemane. Ze schaamden dat ze toch nog zoveel ongeloof hadden gehad, hoewel Jezus hen zo vaak had gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan. Toen de vrouwen kwamen, wij hebben de Heer gezien. Och jong, ga weg, wij geloven er geen bal van. Ik moet het eerst zien met mijn eigen ogen. Ik snap het, ik snap hen. Maar nu moeten ze ophouden met die dingen zichzelf te verwijten. Want er is een nieuwe fase aangebroken. Het bloed van Jezus was vergoten, er was totale vergeving. Ze zijn zijn broeders geworden, ze hebben dezelfde vader. Ook Petrus, voor Petrus is er ook vergeving. Maar eerst moet er nog wel even iets worden rechtgezet. En die 3 versen, die wil ik nog met u lezen. Hoofdstuk 21 van 15 tot 17. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief meer dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide ten tweede male weder tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide ten derde male tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem, Heere, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Amai, ik denk dat Jezus van tevoren wel wist dat hetgeen hij nu aan Petrus wilde vertellen, dat hem dat serieus van zijn melk zou brengen. En ik denk dat Jezus daarom wachtte totdat ze gegeten hadden. En laten we zeggen, het ijs wat gebroken was. Misschien hebt u dat ook al eens meegemaakt. U moet een moeilijk gesprek met iemand voeren. En dan wil je toch eerst even samen iets drinken, over koetjes en kalfjes praten. En dan kun je over het moeilijke onderwerp beginnen, als het ijs gebroken is. Nu, Jezus was al wel aan Petrus verschenen, aan Petrus alleen. We weten niet wat daar gezegd is geweest. Maar ik neem aan dat Petrus wel al wist dat hij vergeven was. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er allerlei gedachten door het hoofd van Petrus gingen. Zo van, ja, ik heb Jezus verloochend. Mag ik nog wel in de bediening staan? Mag ik nog wel een apostel zijn, 1 van de 12? Jezus gaat me nu zeker een bestraffing geven ten overstaan van al mijn broeders. En hij gaat openlijk verkondigen hoe teleurgesteld hij toch wel is in mij. Ik met mijn grote mond ook altijd. Waarom moest ik bij de laatste avondmaal ook zeggen van, ja, Heere, als iedereen u in de steek laat, ik niet, hè. Ik ben zelfs bereid met u te sterven. Ik had gewoon moeten zwijgen. Maar dat is niet waar. Zo handelt de Heere helemaal niet. Jezus spreekt hem juist heel liefdevol aan als een vriend. Want natuurlijk wist Jezus ook wel hoeveel berouw Petrus had gehad. Jezus had in zijn geest elke traan gezien vanaf het moment dat die haan gekraaid had. Maar toch is het heel belangrijk dat Petrus zich openlijk moet verootmoedigen. Het is belangrijk dat hij beseft dat hij het vanuit zichzelf niet meer waard is of niet waard is om een apostel te zijn. En daarom spreekt Jezus hem ook aan met zijn geboortenaam. Hij zegt Simon, zoon van Johannes. Voorlopig even niet meer bij zijn nieuwe naam Petrus. U weet, dat betekent rots, want zo standvastig had hij zich niet getoond de laatste dagen.
Petrus wilde altijd de eerste zijn, Haantje de voorste. Petrus die dacht vanuit zichzelf zijn natuurlijke capaciteiten meer dingen te kunnen dan de anderen die zij niet konden. En dat was verkeerd geweest van hen en dat laat Jezus hier liefdevol zien. En Wim, dan mag je de volgende laten zien. 3 keer vraagt Jezus aan Petrus of hij hem lief heeft. De eerste keer in vers 15. En dan gebruikt Jezus een woord voor liefhebben, agape. Dat betekent liefhebben met volledige overgave. Liefhebben met een ongelooflijke toewijding. En dan voegt Jezus er ook nog aan, meer dan deze. Petrus antwoordt dan, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb, maar hij gebruikt een ander woord in het Grieks voor liefhebben. Een woord wat minder toewijding laat zien. Dus een mindere vorm van liefhebben. En hij spreekt daar helemaal niet meer over, ja, ik heb u meer lief dan deze. Nu, ik denk dat Petrus nog wel evenveel van Jezus hield, maar ja, hij was natuurlijk nog maar net heel zwaar de fout ingegaan. Hij wou niet te onvoorzichtig overkomen. Goed, dan vraagt Jezus voor een tweede keer in vers 16. Simon, want Petrus moet nog meer tot verootmoediging komen. Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? Jezus heeft het al niet meer over meer dan deze. Ja, ik zou het eigenlijk kunnen vertalen met zeggen, Petrus, heb je mij lief dan tenminste evenveel als je andere broeders, als de apostelen? En weer gebruikt Jezus hier een woord voor liefde, agapei, dat volledige toewijding en overgave veronderstelt. Ja, Heere, zegt Petrus, gij weet dat ik u lief heb. Maar hij gebruikt toch weer die andere vorm van liefhebben, die mindere vorm van liefhebben. 3 keer had hij de Heer verloochend. 3 keer krijgt hij dezelfde vraag voorgeschoteld. Vers 17. Petrus, hebt gij mij waarlijk lief? En nu vraagt Jezus, nu gebruikt Jezus de vorm van liefhebben die Petrus gebruikt had. Die mindere vorm van liefhebben met minder toewijding. Heb je me tenminste dan op deze manier lief? En nu kraakt Petrus. En hij begint waarschijnlijk te wenen. En hij zegt, Heere, gij weet alles, gij kent mijn hart. Ik weet niet meer wat er in mijn hart zit. Misschien voorziet gij dat ik later u weer ga verloochenen. Ik weet het niet, maar gij weet het wel. Voilà, dit was het punt waar hij moest komen. Dit was de verootmoediging die moest ten diepste doorwerken. Hij moest tot het punt komen dat hij besefte dat hij God, dat hij Jezus in alles nodig had. Geen vertrouwen meer in eigen kracht. Geen haantje de voorste gedrag meer. En dan laat Jezus hem merken dat hij hem nog even dierbaar is en kostbaar als tevoren. En daarom mag hij de schapen hoeden, de schapen weiden van de Heer. Wat is er belangrijker voor een apostel dan te zorgen voor het kostbaarste dat Jezus bezit, zijn kinderen? Hoe kan hij dat gaan doen later? Ja, hij heeft een paar brieven geschreven, hij heeft hen onderwezen, hij heeft hen geleerd lief te hebben. Hij heeft hen geleerd elkaar lief te hebben, dat leren we vandaag ook nog van hem. Hij heeft hen moeten beschermen tegen grimmige wolven die de gemeente binnengekomen zijn. Want er zijn in die eerste en tweede eeuw ongelooflijk veel dwaalleren de kerk binnengegaan. En wat een genade van Jezus. En wat is Jezus toch geduldig met ons. En hij vergeeft ons graag en van harte. En wat een aansporing voor ons om op diezelfde zachtmoedige en genadige manier met elkaar om te gaan. Micha 7, vers 18. Uit het Oude Testament, die tekst vat het heel mooi samen. Nu kunt u ook geprojecteerd zien. Daar staat, wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid. Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepte der zee. Beste mensen, als we heel eerlijk zijn, dan weten we toch dat wij een onbetaalbare schuld bij God hadden. En die schuld kon je nooit vanuit jezelf betalen. Al zou je elke dag om 5 uur opstaan om te bidden, al zou je elke dag vasten, je kunt dat niet zelf
afbetalen. Dat is alleen mogelijk door het offer van het lichaam van Jezus. Maar nu kom ik bij het laatste punt van deze preek en zeker niet het onbelangrijkste. God verlangt nu van ons, van u en van mij, dat wij ook elkaar vergeven van harte. Misschien kent u dat verhaal uit Matteüs 18 van die dienstknecht die een enorme schuld heeft bij zijn koning. Die kan hij nooit betalen, nooit van zijn leven. En die koning die geeft dan maar de opdracht, ja, verkoop hem dan maar en verkoop zijn vrouw en verkoop zijn kinderen, dat ik tenminste nog iets van mijn geld terugkrijg. Maar die slaaf die werpt zich op de grond en hij zegt, oh heer, mijn koning, heb toch alsjeblieft nog een klein beetje geduld met mij, ik zal het afbetalen. Nog even tijd, meer vraag ik niet. En op een of andere manier is die koning zo bewogen dat hij het ongelooflijke doet. Hij schelt hem zijn hele schuld kwijt. Hij is vrij, hij hoeft niks meer te betalen. Wat een genade. Maar die slaaf, die nu dus vrij is, die is nog maar net de deur uit of hij komt een medeslaaf tegen die hem een superklein geldbedragje moet. En zonder waarschuwing grijpt hij die bij de keel en dan zegt, hey, betaal mij dan nu meteen, man, of ik gooi je in de gevangenis. En dan zegt die medeslaaf in exact dezelfde bewoordingen die hij 5 minuten daarvoor nog had gebruikt om tijd en geduld te vragen bij de koning. Maar hij blijft doof voor dat smeken van zijn medeslaaf. En hij werpt hem zonder blikken of blozen in de gevangenis. En nu weten we dus, nu is duidelijk geworden wie hij werkelijk is. Nu, wat hij gedaan heeft, is niet alleen een zonde tegen zijn broeder, maar vooral in de eerste plaats een zonde tegen zijn heer. Want hij maakt de genade die de koning hem betoond heeft te schande. Want die slaaf die dacht, ah, de genade aan mij betoond en de vergeving van schuld voor mij, dat was enkel iets om te ontvangen, maar niet om uit te delen. Ja, maar zo zit het niet in elkaar, hè? En hij wordt ook terecht zwaar gestraft. En Jezus zegt, alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Niemand van ons in deze kerk verdient het om een relatie met God te hebben. Niemand van ons verdient het om eeuwig leven te krijgen. Het is allemaal pure genade. En als je dan een echt kind van God bent, dan besef je dat elke zonde die iemand je aandoet of aangedaan heeft, dat die in het niet valt bij de zonde die wij tegenover God gedaan hebben. Laten we elkaar daarom van harte vergeven. Laten we elkaar daarom lief hebben, zoals God ons heeft lief gehad en Hij ons heeft vergeven. Nu, vergeving geven betekent niet dat de zonden die ons aangedaan zijn, dat die geen pijn meer doen. Absoluut niet. Vergeving betekent ook niet dat we licht omgaan met het onrecht dat wordt aangedaan. Absoluut niet. Maar we kiezen er wel voor als christen om te vergeven in het besef dat ons door God veel meer vergeven is. En God is trouw, hè? Die zal ons door de Heilige Geest tegemoetkomen. En hij zal kracht geven zodat die vergeving van ons hoofd doorstroomt naar ons hart. Dat heb ik zelf ook mogen meemaken nu, meer dan een jaar geleden. Ik voelde Gods kracht door me heen gaan en ik kreeg nieuwe liefde en ik was in staat om te vergeven. Aan hem zij alle eer. Amen. We gaan antwoord geven op deze prediking met het lied 486. Wij zijn Gods kinderen, verlost door zijn lijden, vrij door wat hij heeft volbracht. Heilige priesters, een licht voor de volken, één in zijn geest en vol van zijn kracht. Ga dan in zijn naam. Heilige priesters, een licht voor de volken, één en zijn.
Jezus is Heer. Ja, Heer, voor u willen wij buigen. Voor u willen wij knielen, u willen wij dienen. Heer, en als ons eigen ik nog te veel in de weg zit, Heer, wilt u ons dan vormen? Wilt u ons corrigeren? Wilt u ons helpen, Heer, om de juiste beslissingen te nemen, om onze trots op te geven? Maar soms ook onze schaamte, Heer, omdat we weten dat we al gefaald hebben in het verleden. Wilt u ons helpen om ook dat aan u te geven en in u te vertrouwen en met u opnieuw te beginnen? Want uw vergeving is volkomen. En de Heere, hij zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij ziet u in liefde aan en hij geeft u vrede. Amen. De God van de vrede, dat is het laatste lied waarmee we gaan afsluiten. Ik wil jullie danken dat jullie hier vandaag aanwezig waren. Ik wil ook alle medewerkers heel hartelijk danken voor jullie inzet. Iedere keer weer. Dank je wel dat jullie dit doen voor de gemeente, voor de Heer. En dat jullie hier de gemeente mee opbouwen. Ik wil ook degene die gekomen zijn heel hartelijk danken dat jullie hierbij waren. En ik hoop dat u volgende week allemaal weer terugkomt. En mee gaat genieten van ons leven met de Heer, onze gemeenschap met de Heer. Tot volgende week.